apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Hanna Bervoets is een schrijfster, journaliste en columniste. Ze werd geboren in Amsterdam in 1984 en haalde een bachelor in media en cultuur en een master in journalistiek. Ze schrijft ook columns, onder meer voor Volkskrant magazine. Haar romandebuut verscheen in 2009 en heette Of Hoe Waarom. Sindsdien verschenen ook nog Lieve Celine, Alles Wat Er Was, Esther, Ivanov en de dit jaar in april gepubliceerde Fusie. Ze ontving diverse literatuurprijzen voor verschillende van haar romans. Eveneens dit jaar ontving Bervoets de Frans Kellendonk-prijs voor haar hele oeuvre. Dat is een prijs die om de 3 jaar uitgereikt wordt aan auteurs met een onafhankelijke of originele kijk op maatschappelijke of existentiële problematieken. Bervoets vernoemde het boek naar de Russische bioloog Ilya Ivanov, die in de jaren 20 van de 20e eeuw maar één doel voor ogen had. Het creëren van een hybride, half mens en half aap. Hij insemineerde eerst chimpansees met menselijk sperma, maar toen dat niet bleek te werken, ging hij over tot het insemineren van Afrikaanse vrouwen met apensperma, zonder hun toestemming. Deze bizarre historie vormt in de roman de achtergrond voor het coming-of-age verhaal van Felix, een jonge homoseksuele uitwisselingsstudent die in 1994 naar New York komt voor de opleiding journalistiek. Op zoek naar een onderwerp voor een artikel wordt Felix door een medestudent Lois op het spoor gebracht van professor Helena Frank, een virologe die ervan overtuigd is dat bij de experimenten van Ivanov destijds het AIDS-virus is ontstaan. Om dit te bewijzen wil ze zijn experimenten repliceren. De naïeve student raakt door zijn research meer en meer persoonlijk betrokken bij de professor en haar project. Lois laat zich door Helena met apensperma insemineren en ook Felix ontsnapt er niet aan om als laboratoriumrat in haar val te lopen. De drie personages raken verwikkeld in een gevaarlijke driehoeksrelatie, waarin meerdere grenzen worden overschreden. Maar emancipatie is geen kwestie van macht. Het is slechts een kwestie van opnieuw indelen. Niet van stippenlijntjes uitvegen, maar van stippenlijntjes met ergens anders tekenen. Dat leidt permanent tot kleine verschuivingen. En het zijn kleine verschuivingen die lawines teweeg brengen. Bervoets schrijft het wetenschappelijke experiment van Ivanov aan om het fenomeen van normverschuiving onder de aandacht te brengen. We hebben wel eens het idee dat er steeds meer mag in de wetenschap en dat grenzen van wat ethisch verantwoord is steeds meer worden verlegd. Maar het experiment van Ivanov en Helena toont dat het misschien anders ligt. Wij vinden vandaag de dag dat het kruisen van mens en dier te ver gaat, maar dat betekent niet dat die grens er altijd is geweest. In de tijd van Ivanov werd er blijkbaar anders over gedacht. Toen kon dit wel. Zo stelt de roman ethische vragen over waar de grenzen liggen tussen natuurlijk en onnatuurlijk. Volgens Helena is die scheiding arbitrair, net als alle andere grenzen. De natuur is niet natuurlijk, Felix. En natuurlijk is ook niet natuurlijk. Het is een concept, een categorie die wij mensen hebben bedacht. Voornamelijk om onszelf erbuiten te kunnen plaatsen. Niet alleen de grenzen van de wetenschap worden in het verhaal opgezocht, maar ook andere sociale normverschuivingen komen aan bod. Bijvoorbeeld in de onderwerpen homoseksualiteit en vruchtbaarheid. Bervoets wil laten zien dat de categorieën waarin wij de wereld indelen niet zo vanzelfsprekend zijn als ze soms lijken. Het wordt in Ivanov ook duidelijk dat het niet alleen de cultuur is die wordt geanalyseerd als een fenomeen dat keurig werd ingedeeld door mensen. Ook de natuur is onderhevig aan allerlei labels die niet per se overeenkomen met wat de waarlijke biologische realiteit zou kunnen zijn. Zo stelt Felix zijn identiteit voor als overtuigd homo. De seks die hij heeft met Helena doet vermoeden dat er meer aan de hand is. Ook droomt hij een paar weken daarna nog altijd van Helena en wordt hij wakker met een erectie. Deze onduidelijke biologische realiteit werd naar alle waarschijnlijkheid getriggerd door Helena's experiment. Op een filosofisch niveau slaagt haar experiment dus. Ze krijgt het voor elkaar om bepaalde stippenlijnen te hertekenen. Ook Lois, haar seksuele identiteit is lange tijd onduidelijk. Felix heeft er 200 pagina's voor nodig om te beseffen dat ze lesbisch is. Dit voortdurend hertekenen van grenzen nodigt de lezer uit om na te denken over de biologische status van het wezen dat gecreëerd wordt door Helena Frank.
Het boek zelf lijkt een antwoord te formuleren door naar het wezen te verwijzen als jong, een term die uitsluitend gebruikt wordt voor het dierenrijk. Met het creëren van een wezen met een ambiguë biologische status refereert Barefoot aan Frankenstein, de roman van Mary Shelley, waarin een professor, Frankenstein, een monster creëert uit levenloos materiaal. Het is dus duidelijk aan wie de naam professor Frank refereert. Helena is dus de moeder van een wezen met een onduidelijke biologische status. Dat moederschap is ook een belangrijk thema in de roman. De roman verkent namelijk het thema hoe vruchtbaarheid werkt in onze postmoderne samenleving. In die postmoderne samenleving zijn enkele grenzen verlegd of verdwenen. Zo wordt er in het begin van het boek gespeeld met de mogelijk verdoken kinderwens die het homokoppel Felix en Jonas heeft. Twee oude vrienden, broers misschien, een dagje op stap met beide zoons. Luca, met zijn blonde krullen, was overduidelijk van Jonas. Dat betekende dat Timo van mij was. Mijn bruine haar, zijn donkere ogen, het kon als hij de neus van zijn moeder had. Ja, bedacht ik, wanneer mensen vandaag naar me keken, zagen ze waarschijnlijk een vader, een onbeholpen vader. En voor ik het wist, zat ik op de grond, in kleermakerszit, op het tapijt van de kleine kamer naast de keuken. Onze toekomstige kinderkamer, hadden we gegrapt toen we ons huis betrokken. Het is in deze tijden namelijk mogelijk geworden om een kind te verwekken via kunstmatige inseminatie. Zo wordt ook het wezen Ivanov verwekt. De mens kan ondertussen dus de wetten van de natuur links laten liggen. Dat is iets waar de moeder van Barefoot ook voor koos. Ze liet namelijk het volgende opzekenen in een interview dat in de Standaard verscheen. Het is dus zeker niet ondenkbaar dat Barefoot dit thema wou verkennen in haar roman. Het feit dat een mens op een nogal narcistische manier de natuur overstijgt, lijkt niet bepaald altijd goed uit te draaien. Volgens Helena heeft het er namelijk voor gezorgd dat het HIV-virus zo onder de mensen is verspreid. En nu als een vloek over de seksualiteit van de homoseksuele gemeenschap hangt. Hoe dan ook, is vruchtbaarheid, net als moederschap, een belangrijk thema in de roman. Dat thema komt bijvoorbeeld ook terug in het feit dat Felix in New York op zoek gaat naar een surrogaatmoeder en die vindt in de vorm van Helena. Ook symbolisch is het einde, waar onmiskenbaar met het vruchtbaarheidsthema wordt gespeeld. In Ivanov spelen de media, tv, kranten, tijdschriften, muziek een belangrijke rol. Zo groot zelfs dat Felix zijn televisietoestel op een bepaald moment ziet als een medebewoner van zijn doorn. Het televisietoestel zou een derde huisgenoot worden. Een gangmaker die zo hard zong, schreeuwde en grappen maakte dat Jason en ik nog maar nauwelijks met elkaar hoefden te praten. De gevaren van die beeldcultuur komen dan ook herhaaldelijk aan bod in de roman. Zo ontstaan de meeste echte emoties in Ivanov door nieuwsverslagen, films en muziek. Op de begrafenis van Helena bent Felix namelijk alleen wanneer een klein meisje Let It Go uit de film Frozen zingt. De personages lijken het contact met de echte wereld te verliezen. De Franse filosoof Charles Baudrillard beschrijft dat fenomeen in zijn simulacrumtheorie. We kennen de werkelijkheid tegenwoordig enkel alleen via beelden. Het personage Lois is een fervente aanhanger van hem. Felix ergert zich dood. Baudrillard en de postmoderne maatschappij zijn onafscheidelijk. Ivanov weerspiegelt zo'n samenleving, hedonisme, de nood aan kiks en narcisme alom. Het metafictionele karakter en het vervagen van grenzen tussen wit en zwart, mens en aap suggereren postmodernistische invloeden. Wil Barefoot met Ivanov de lezer overtuigen om actie te ondernemen? Wij denken van wel. Ze lijkt kritiek te uiten op die beeldcultuur, de leegte van de maatschappij en de ongelijkheid tussen mensen. Die aanzet tot engagement, samen met de focus op gevoelens en oprechtheid, kunnen we dan weer linken aan het post-postmoderne. De vertelinstantie oogt vrij klassiek. Een ik-verteller in de onvoltooid verleden tijd. Maar het verhaal wordt niet chronologisch verteld. Er wordt op verschillende manieren ingegrepen in de vertelstructuur. Enkele narratologische ingrepen die Barefoot inzet in deze roman zijn flashbacks, die door een andere verhaallijn geweven worden, of metafictionele commentaren van de ik-verteller in de tegenwoordige tijd. Dan wordt de nadruk bijvoorbeeld gelegd op het fictieve karakter van de tekst, dat het een vertelling is, waar Felix zelf vervaardigt. Of de lezer wordt rechtstreeks aangesproken met u, weet u nog. Of het gaat in cursieve stukjes over de wetenschapper Ivanov, dan wel over Helena's onderzoek. En daarvan blijkt later dat Felix deze stukjes in 1994 schreef. Daarnaast zijn er ook verschillende commentaren van Felix die terugblikkend van aard zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van toegevingen dat details in zijn verhaal mogelijk niet kloppen, omdat zijn herinnering misschien vervormd is geraakt. Twee andere belangrijke ingrepen zijn vooruitwijzingen en ellipsen. Deze hangen nauw met elkaar samen.
Bij vooruitwijzingen wordt er iets al vrij vroeg in de tekst aangehaald, terwijl het nadien pas uitgebreid aan bod komt. Bijvoorbeeld verschillende vermeldingen van de naam Helena in het eerste deel, terwijl er op dat moment nog geen duidelijkheid geschept wordt voor de lezer over wie of wat Helena precies is. Ellipsen zijn, zoals gezegd, gelijkaardig, maar daarbij is er sprake van een weglating in het verhaal. Iets komt aan bod, zoals bijvoorbeeld Felix' bezoek aan Helena op kerstavond, maar wat er precies gebeurt, wordt weggelaten. Wij denken dat Bergwoods deze vertelstrategieën inzet, in de eerste plaats om spanning op te bouwen, maar ook omdat ze mogelijk een soort congruentie tussen vorm en inhoud beoogt. Waarbij zaken als grensverschuivingen, het feit dat verhalen transformeren naarmate de tijd verstrijkt en de context verandert, en de algemenere problematiek van het weergeven van een werkelijkheid, niet alleen thematisch, maar ook structureel in de roman verwerkt werden. Al deze thema's samen maken van Ivanov een iets wat verwarrende roman. Het is niet helemaal duidelijk welk standpunt Bergwoods zelf inneemt, of welk effect ze precies beoogt te sorteren. Ze roept verschillende ethische vraagstukken op, zonder daar zelf een nadrukkelijk standpunt over in te nemen. Aan het begin van de roman raakt ze veel interessante thema's aan, maar in de laatste helft verliest ze zich dan een beetje te veel in psychologische mijmeringen. Wat de stijl betreft schrijft Bergwoods in een vlotte taal, hoewel ze deze vlotheid af en toe ondermijnt met het gebruik van nogal hinderlijke aforismen. Die wijsheden worden vaak in de vorm van een hypothetische vraag gesteld. Bijvoorbeeld, is zoeken naar wie we zijn niet gewoon zoeken naar een passende pose? En zijn woede en lust niet beiden het product van hartstocht? In haar poging om spanning op te bouwen in de structuur is Bergwoods voor ons niet helemaal geslaagd. Herhaaldelijke vooruitwijzingen maken de plot een beetje voorspelbaar. Over het algemeen is het een bijzonder leesbaar boek, maar de lezer blijft qua uitwerking van de thematiek op zijn honger zitten.